Afscheid dat eigenlijk geen afscheid genoemd mag worden. Want het seizoen duurt nog zeker een maand met over een paar weken het wereldkampioenschap in eigen land in Hogerheide. De Nederlandse toppers die waren er allemaal op één na, op Lars Boom na. Richard Groenendaal natuurlijk in zijn eigen koers in Sint-Michielsgestel, waar hij in het jaar 2000 wereldkampioen werd voor eigen publiek. En hier neemt hij in ieder geval afscheid van dat publiek dat nog in redelijke getalen was opgekomen voor de wedstrijd. We kijken naar de kop van de koers. Daar zagen we dat Bart Wellens de leiding had genomen samen met Eddy van IJzendoorn. Verrassend, een jonge ploeggenoot van Richard Groenendaal. En hier is Groenendaal in de achtervolging samen met ploegmaat Thijs Al en Mitchell Huenders. Bart Wellens in de zandbak, Eddy van IJzendoorn daarachter geconcentreerd kijkend. En dan is het wachten op Richard Groenendaal. Waar blijft hij, de voormalige wereldkampioen? Daar komt hij met zijn ploeggenoten. We zien Thijs Al op kop rijden, glibberend door het zand. Dan Groenendaal en dan Mitchell Huenders die weer gevolgd wordt door Gerben de Knecht. Vader Groenendaal, Rijn Groenendaal, die ook al hier op ditzelfde parcours afscheid nam van het publiek. Ook een goede veldrijder. 1 keer Nederlands kampioen geworden, 3 keer vierde op wereldkampioenschappen. Kon niet bogen op zo'n geweldige carrière als zijn zoon Richard. Ze maken er een mooi duel van daar in Sint-Michielsgestel, waar de meeste Belgen helaas verstek lieten gaan. Die kozen voor het grote geld in Tervuren in België. Bart Wellens was er wel. En het gaatje tussen Wellens en medevluchter Eddy van IJzendoorn en Groenendaal wordt steeds kleiner. Groenendaal die uiteindelijk tot op 6 seconden komt van het leidende tweetal. We moeten nog even over de balkjes heen. En daar zien we het verschil dat niet groot meer is. Groenendaal gaat er gemakkelijk overheen. Hij heeft zijn zinnen gezet op de overwinning in Sint-Michielsgestel. Maar hij krijgt het niet cadeau. Wellens en van IJzendoorn weer. En daar komt Groenendaal. Die ziet dat hij steeds dichterbij komt. Maar uiteindelijk dan merkt dat het gaatje toch op een paar seconden blijft. Hij zei van tevoren al, op deze manier wil ik niet winnen. Ik wil het niet cadeau krijgen. Ik wil het verdienen. Wellens en van IJzendoorn weer. Een lastig gevarieerd parcours. Vorig jaar hadden we hier het Nederlands kampioenschap. En daar is Groenendaal weer. In de achtervolging. In de finishstraat met nog een rondje te gaan. En dan zien we boven de finish het doek hangen. Richard, bedankt. Dan zijn we in de laatste ronde. Wellens weet dat hij van IJzendoorn kwijt moet spelen, want anders gaat hij het niet winnen. Want van IJzendoorn heeft de beste sprint in de benen. En Groenendaal wil wel dichterbij komen, maar kan niet. En daar komen ze de laatste bocht door. En zien we dat van IJzendoorn verrassend de Grand Prix Groenendaal wint. Wellens weet zich geklopt, toch tevreden met die tweede plek. En daar komt Richard Groenendaal af op zijn laatste meters in zijn woonplaats en geboorteplaats Sint-Michielsgestel. Een mooi moment, een diepe buiging naar het publiek. Officieel benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En dat is dan de grote verrassing na afloop van de koers. Richard Groenendaal wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dankjewel. Een groot applaus voor ridder Richard. Ridder Richard. Ja, is hartstikke leuk. Het is toch echt een blijk van waardering voor bewezen diensten, zullen we maar zeggen. Dus ik ben er blij mee, ik ben er trots op. Mag ook. Hoe voel je je nou na zo'n dag, je afscheidswedstrijd die geen afscheidswedstrijd is? Vermoeid. Ik heb verschrikkelijk afgezien vanmiddag in de wedstrijd. Maar ook heel goed. Tegelijkertijd een opluchting. Enthousiaste mensen, daar doe je toch voor. En het is alleen maar leuk. En dat ik nog een goede wedstrijd heb kunnen rijden natuurlijk. Mezelf goed heb kunnen laten zien, goed kunnen verdedigen. Een hartstikke mooie dag. Want die overwinning die werd je niet gegund, hè? Dat hoorde ik zo. Nee, daar ben ik ook heel blij omdat we hebben gewonnen. We hebben een hele mooie winnaar gekregen. Eddy van onze ploeg. Dus hartstikke leuk. Voelde jij je nou een klein beetje toch als iemand die wel afscheid heeft genomen? Maar ik ben daar mentaal al maanden mee bezig. Dus ik ga nog 2 maanden crossen. En daar ga ik van genieten. Maar dat doe ik de laatste paar jaar al. Dus ik ben blij dat ik dit nog mag doen en kan doen. En daar geniet ik nog steeds van.